Hoi, ik ben Elisa. Ik ben Bobette. Vandaag nemen wij jullie mee door deze school. Wow. We zijn nu bij muziek. En hoeveel uren muziek volg je per week? Hier op school volg ik 2 lesuren muziek. Muziek maken, dat maakt me blij. En ja, soms als ik bijvoorbeeld boos ben of zo, dan ga ik achter het drumstel. Waarvoor wij het oefenen? We gaan kerstliedjes zingen en in rond april hebben we Maas van Stage. En dan gaan we gewoon in de school voor andere leerlingen zingen. Wat vind je van het drummen? Ik vind het drummen hartstikke leuk. Het leuke aan het drummen is dat je dan ook gewoon het publiek met de solo echt helemaal wauws kan maken. Vergeet ook niet onze andere video's te kijken. We staan hier nu buiten en ik sta hier naast... Henk Keijman. En wie bent u? Ik ben de rector van het Maaswouw College. En wat vindt u nou het mooiste plekje? Ja, ik vind het mooiste plekje hier op deze locatie vind ik echt het nieuwe leerlab. Dat vind ik echt een supermooi plekje waar ik zie dat heel veel leerlingen met heel veel plezier gaan werken. Oké, dank u wel. Graag gedaan. Wij moeten nu echt gaan. En we hebben al superveel gezien. Maar als jij meer wil zien, kom dan naar de open dag. Doei! Hoi, ik ben Elisa. Ik ben Bobette. Vandaag nemen wij jullie mee door deze school. Wow. En wat kun je hier allemaal doen? Nou, nu zijn we bezig om poppen aan te kleden voor presenteren en stijl. En wat vind je het leukst om te doen? 3D dingen ontwerpen. Omdat ik het op een computer maakte en een half uur later had ik het gewoon in mijn handen. Ik hoorde dat je bezig was met een project hier. Wat doe je dan hier? Nou, de opdracht is dat je voor een soort van stichting hardloop moet je opnames gaan maken, bijvoorbeeld van je schoenen. En dan moet je dat later allemaal naar je computer sturen. En dan moet je een soort van bewerkprogramma zoals Filmora gebruiken. Kijk ook al onze andere video's. Tada! Hoi, ik ben Lynn. En ik ben Iris. Wij gaan een kijkje nemen wat hier allemaal te beleven is. Let's go! We zijn hier in de kunsthal. En hier gebeuren alle creatieve dingen. Wat vinden jullie het leukst bij techniek? Robot. En wat kun je hier verder nog meer doen in het technieklokaal? Solderen. Hout bewerken. En 3D-printen. En hier hebben we een lokaal van beeldende vorming. Wat ben je aan het tekenen? We moeten afbeelden wat het woord is. Ik ben een stad aan het tekenen met lampen aan in de vorm van de letter C. Ik denk dat ik slijm zou gaan tekenen. En ik zou eten tekenen. En hier is muziek. Was dat mooi? Wil jij hier ook lekker creatief bezig zijn? Kom dan naar het Maaswouw College. Hoi, ik ben Elisa. Ik ben Bobette. Vandaag nemen wij jullie mee door deze school. Wow. Wat kan je hier allemaal doen? Dingen leren over als je later in de zorg wil werken of als kok in de keuken. Wat doen jullie hier? Ik ben de haren van Joep aan het verzorgen. En misschien dadelijk een beetje gel erin zetten. Beetje mooi. Loop je ook stage? Ja, ik loop hier nu een paar maanden al stage bij het kinderdagverblijf. Wat vind je zo leuk aan een stage? Om de mensen te helpen als ze er niet voor de kinderen even kunnen zijn. We zijn nu bij koken. Wat vind je hier leuk aan? Dat je gewoon lekkere dingen kan maken en het daarna zelf op kan eten. Wil je ook iets in de richting van koken of zorg doen? Kom dan naar Maaswouw College. Tada! Hoi, ik ben Lynn. En ik ben Iris. Wij gaan een kijkje nemen wat hier allemaal te beleven is. Let's go! We gaan nu naar de gym. Maar dat kan natuurlijk niet zo. Let's go! Wat zijn jullie aan het doen? We zijn bezig met de wendsprong. Oké, en wat heb je in je handen?
Een iPad, hierop kan je de voorbeeldfilmpjes zien. En er staan ook nog cijfers boven, waarvoor is dat? Als je een bepaalde sprong maakt, dan beoordeelt de docent welk cijfer je krijgt. Oké, en daar staat een groot scherm. Wat kan je daarop zien? Daar kun je sprong terugzien, want die wordt gefilmd met een telefoon. Dit was de gymzaal. Bekijk ook onze andere video's. Doei! Tada! Hoi, ik ben Lynn. En ik ben Iris. Wij gaan een kijkje nemen wat hier allemaal te beleven is. Let's go! We staan hier bij het greenscreenruimte en we gaan even een kijkje nemen. Wat zijn jullie aan het doen? Wij zijn hier een filmpje aan het opnemen voor AK. Oké, en wat voor filmpje moesten jullie maken? Een filmpje over dat je op vakantie was. En ja, wat er eigenlijk was allemaal in dat landschap. Oké, leuk. Hier is stilteruimte. Hier is iedereen aan het werk. Maar we kunnen het wel zo eventjes laten zien. Is dit je favoriete plekje van het leerlab? Ja, ik vind het een superleuk plekje omdat ik hier lekker rustig kan lezen. Het is echt een lekkere huiskamer eigenlijk op school. Dit was het leerlab. Kijk ook onze andere video's. Doei!